deze nieuwe video. Ik ga mezelf in de video van vandaag een Primark make-over geven. Oh mijn god, superleuk. Leuk, superleuk. Als je me al heel lang volgt, vooral vanaf het begin van mijn YouTube kanaal, dat is nou 2 jaar geleden. Ik ben altijd een persoon geweest die zei, je kunt er betaalbaar goed uitzien. Betaalbare kleding, betaalbare make-up, je kunt het rocken. Je hoeft niet altijd het duurste van het duurste te hebben om er goed uit te zien. Betaalbare producten hebben altijd zo'n slechte stigma, zo van als je die gebruikt, zie je er ook super goedkoop uit. En ik weet gewoon dat het echt totaal niet waar is. Ik ben iemand die echt betaalbare producten rockt, vooral kleding. Ik besteed niet veel geld aan kleding, omdat ik gewoon heel vaak wissel van kleding. En ik nooit echt jarenlang doe met 1 shirt of zo. Dus ik wil vaak afwisselen, dus ik koop heel vaak betaalbare kleding. Betaalbare kleding heeft wel minder goede kwaliteit. Dat is wel echt een verschil. Dure kleding, echte dure kleding bedoel ik, is echt van een stuk beter. Betere kwaliteit. Dus als jij zo iemand bent die jaren wil doen met 1 broek of met 1 kledingstuk, investeer dan wel erin en betaal dan wel iets meer, want goedkope kleding gaat niet lang mee. Maar je kunt het wel rocken om er heel leuk uit te zien. Dus ik ga mijzelf vandaag een Primark make-over geven. Dus ik ben bij de Pri geweest. Dit is de hele tas helemaal vol met product. Ik heb voor €120 aan spullen gekocht voor deze video. En ik heb dus een full face met make-up gekocht. Ik heb sieraden gekocht. Ik heb kleding gekocht, accessoires, schoenen. Echt dat ik mezelf van top tot teen kan stylen in Primark. En kan laten zien dat je er gewoon echt leuk uit kunt zien. Dus ben je benieuwd naar deze video en hoe ik mezelf ga transformeren in een Primark beauty? Blijf daar gewoon vooral kijken en vergeet niet te liken en te abonneren. Nou, in deze kleine tas zit al make-up. En ik heb hier de bon. Het was precies €122,50. En ik was bij de Primark in Eindhoven. By the way, veel mensen denken altijd dat ik uit Eindhoven kom, maar ik kom uit Tilburg. Heel vaak maak ik op mijn kanaal van die Instagram make-up looks die niet echt draagbaar zijn voor buiten. Maar ik ga me vandaag helemaal stylen op een manier die echt gewoon draagbaar is. Dus ook de make-up vandaag wordt draagbaar, maar wel mooi glam. Ik ga eerst beginnen met mijn gezichtsmake-up. Ik heb hier deze watermeloen gezichtsprimer. Deze is super groot en hij is maar €3. Hij is 150 milliliter. En ja, ik ga hiermee gewoon mijn gezicht even primen. Er staat op dat hij je gezicht hydrateert en energie geeft, want er zit ook cafeïne in. Nou, dat is top, denk ik. Ik ben benieuwd of je naar watermeloen ruikt. Nou, de geur is echt super lekker. Het is een beetje een fruitige watermeloengeur. Vind ik wel een lekkere geur. Ik weet niet of hij echt iets doet voor mijn huid. Oh, hij plakt wel een beetje. Dat is wel fijn, want dan blijft je make-up goed zitten. Het enige wat ik niet nieuw heb is een foundation, omdat ik al de meest geweldige foundation van de Pri heb. Toevallig heb ik die ook laten zien in de vorige video, dus het is allemaal heel toevallig ineens. Maar dit is de PS My Perfect Color Matte Foundation in de kleur Toffee. Ze hebben niet veel kleuren, echt maar 4 of 5. Toffee komt het meest in de buurt van mijn huid, maar hij is iets te goud, dus hij matcht niet perfect, maar op zich kan ik ermee leven en deze is echt maar €6 en supergoed. Ik heb hem echt al een jaar of zo. En deze ga ik dan aanbrengen met mijn zwarte beauty blender. Ik had ook gezien dat ze deze foundation nog steeds verkopen. Dus mocht je hem willen, hij is er gewoon nog. Alleen de verpakking is niet anders, maar de tekst die hiervoor staat is een beetje anders. Maar volgens mij is het gewoon nog wel precies dezelfde foundation, want hij is ook gewoon nog zo vierkant in een potje en zo. Dus dat is wel top. Het enige wat ik minder vind is, hij heeft geen pump. Dus je moet hem echt zo eruit knoeien. Want ik vind dat echt knoeien, want ik doe altijd veel te veel. Maar dat is het enige wat ik dan minder vind. Maar ja, voor €6 heb je echt een volledig dekkende matte foundation. Echt top. Ik heb ook een nieuwe concealer gekocht. Dit is de Liquid Concealer Medium Coverage Concealer in de kleur Ivory. Deze was €3. Ik denk de kleur Ivory. Ivory is altijd een hele lichte kleur. Maar als ik er zo naar kijk, vind ik hem niet echt heel lichter uitzien. De andere kleur die er was, was Toffee. Dat is dus de kleur van mijn foundation. Maar die zou veel te donker zijn. Dus ik heb maar gewoon deze gekozen. Meer kleuropties waren er niet. Oh, er staat ook hierop vitamine en aloe vera. Dus dat zit er waarschijnlijk in. Aloe vera vooral is altijd heel goed voor de huid. Dit is de applicator. Gewoon zo plat. Vind ik altijd een hele fijne applicator. De kleur heeft wel een roze ondertoon. Ik heb een gele ondertoon. Dus dat is voor mij niet zo handig. Maar een roze ondertoon zorgt wel altijd voor een extra brightening effect. Dus daar is hij wel fijn voor. En dan weer uitblenden met mijn beauty blender. Ik blend het ook zo op mijn ogen uit. Want dan zijn die gelijk geprimed.
Nou, op zich is de kleur niet per se te licht voor mij. Ondanks dat het de kleur ivory is, is hij best donker. Dus dat is wel handig om te weten. Want ik ben wel gewoon echt getint. Dus ja, en hij matcht voor mij wel. Dus hij gaat best donker zijn als je een lichte huidskleur hebt. En hij heeft inderdaad een medium dekking. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Het is geen volledige dekking, maar ook geen lichte dekking. Maar ik vind hem wel een beetje cakey. Hij is een beetje dikker. Ik zie hier ook op mijn huid dat het een beetje aan het opstapelen is. Ik kon alleen geen losse poeder vinden. Dus ik ga de HEMA B Collectie Banana Poeder gebruiken. Ik ga ook even mijn neus en mijn gezicht contouren met de Ethos Contour Poeder in de kleur Light Medium. Poeder en contour was het enige wat ze niet hadden bij de pre. Of in ieder geval, ik kon het niet vinden. Ik ga heel even een beetje MAC Fix Plus doen op mijn gezicht. Want mijn gezicht is een beetje aan de cakey kant. Maar mensen, ik vind de concealer niet zo. Hij maakt mijn gezicht te dikker, cakey. Dan ga ik heel even stoppen met mijn gezicht en beginnen aan mijn ogen. Ik heb een heel leuk oogschaduwpaletje. Dit is de Rose Quartz Eyeshadow Palette. Als ik het goed uitspreek, deze is 10 euro. Het is een best groot oogschaduwpalet en ze hadden hem in twee varianten. En dit zijn dan alle kleuren. Het zijn best wel veel kleuren. Je hebt mat, je hebt glanzende. Het zijn echt hele mooie kleuren om heel veel neutrale alledaagse looks mee te maken. Ik vind dit echt een ideaal neutraal paletje met toch wel een paar pop van kleurtjes. Ik vind hem echt heel mooi eruit zien en ik dacht dat jullie hem ook wel mooi zouden vinden. Dus ik ga deze proberen. Dus we gaan weer een beetje inzoomen op mijn gezicht. Ik ga eerst beginnen met deze mat kleur hieronder. Dit is een beetje een peachy roze kleur. De kleuren hebben by the way namen. Er zat zo'n sheet op met de namen. Maar ik ga niet de hele tijd die sheet erbij houden. Dus ik heb die gewoon weggegooid. En met een grote fluffy kwast ga ik deze kleur aanbrengen in mijn arcadeboog. Dan pak ik deze bruine matte kleur. En deze doe ik ook in mijn arcadeboog. Ik gebruik nog steeds dezelfde grote fluffy kwast. Dan pak ik deze beetje rood-oranje bruinige kleur. Die is ook mat. En met een platte fluffy kwast ga ik die hier indrukken in de buitenste hoek. En ik ga er dan ook zo een beetje mee in mijn crease. Maar ik blijf vooral buiten, in de buitenste hoek. Nou, dit is tot nu toe de beste kleur die ik heb gebruikt. Die andere twee waren qua pigmentatie een beetje moi. Ik moest best wel vaak terug in het paletje. Maar deze kleur is wel heel mooi. Hij blendt ook mooi mee. De andere blenden ook mooi. By the way, alleen de pigment was gewoon iets minder. Deze vind ik echt heel mooi. Ik moet ook zeggen, er is echt helemaal geen fallout. Er valt letterlijk niks op mijn gezicht. Echt top. Nou, dan gaan we een van de glanzende kleuren pakken. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb heel even drie van de glanzende kleuren geswatcht. Het is niet echt wowie. Ik ga deze gouden kleur gebruiken. Dit is een beetje een donkere gouden kleur met een roze shift er doorheen. En ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus. Ja, het is wel echt een hele mooie kleur. En dan pak ik weer die roodachtige kleur met de platte fluffy kwast om het hier in te blenden met de gouden kleur. En die donkere roodbruine kleur breng ik ook aan op de gehele onderste wimperrand. Dan pak ik deze witte glanzende kleur en die breng ik hier in mijn binnenste ooghoek aan. Nou, wat vind ik van dit paletje? Ten eerste moet ik zeggen dat ik hem echt heel mooi eruit vind zien. De kleuren die ze hebben gekozen om bij elkaar te doen is ook echt een hele goede selectie. Echt een top paletje. Ik vind dat ze goed blenden. Er is geen fallout. De kleuren zijn mooi. Het enige wat ik iets minder vind is dat ze niet echt super zijn gepigmenteerd. De glanzende kleur is ook niet echt super wowie. Maar that's it. Voor 10 euro vind ik het echt een prima paletje waarmee je echt heel veel looks kunt maken. Ik besef me net dat ik geen eyeliner heb gekocht. Oh my god. Dus ik ga heel even van Benefit deze zwarte eyeliner pen gebruiken om een hele mooie winged eyeliner te maken. Wat ik wel heb is een nieuwe mascara van de Pri. Dit is de Definition mascara. Maar volgens mij is het een of andere samenwerking, want ik zie hier een naam en dan X Pri Mark. Dus dit is een samenwerking denk ik. Ik weet alleen niet met wie. Mina. Denk ik. Als iemand weet wie dit is, let me know in de comments, want ik ben heel benieuwd. En ik heb de Definition gekozen, want je had nog een paar andere. En zo ziet hij eruit. Gewoon helemaal zwart met witte tekst. En dit is dan het borsteltje. Nou, dan ga ik hem gewoon proberen. Het borsteltje is heel puntig. Ik ben al altijd heel bang dat het in mijn oog komt. Want dan steekt hij mijn hele oogbal eruit. Nou, ik heb niet echt het gevoel dat hij nou echt iets moois doet voor mijn wimpers. Nee, ik vind de mascara niet zo.
Maar gelukkig heb ik ook nep wimpers, like always, ook van de Primark. Dit is de Glam Lash collectie. Dit is ook een samenwerking met deze mevrouw hier, Solu of zo, als ik het goed uitspreek. En deze zijn 6 euro. Ik vind deze lash collectie van de Pri het mooiste. Deze is volgens mij ook het duurste. Je hebt ook wimpers voor 4 euro, 3 euro, dat soort dingen. Deze is 6 euro, dat zijn dus de duurste. Maar ik vind deze ook echt het mooiste uitzien. Je kunt ze vaker gebruiken. Suzanne Jackson heet zij, staat op de verpakking. Ik kan alleen niet echt vinden welke stijl dit is. Want je had verschillende, maar ik heb dus deze. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. En als ik hem nog kan vinden, dan zet ik het in de beschrijving onder deze video. Oh, dit is stijl New York. Ik ga die even opdoen en dan kom ik zo terug. Deze wimpers zijn echt absurd mooi. Iedereen, mensen, als je van dit soort mooie glam wimpers houdt, 6 euro in de stijl New York. Ik raad hem zeker aan en ik zeg dit niet echt zomaar. Ik ga ze echt oprecht vaker opdoen. Ik vind ze echt heel mooi. Dan ga ik mijn gezicht bronzen met de Bronze Glow Matte Bronzer. Deze had je ook in een glanzende versie, maar ik heb de matte versie. Die was 3 euro in de kleur Fearless. Ik kon verder geen andere kleur vinden. En ik denk dat deze kleur wel goed gaat zijn voor mijn huidskleur. Ga ik even mijn gezicht een beetje opwarmen. Ik hoop dat hij mooi is. Ja, hij is wel mooi. Hij is lekker mooi warm bruin. Kijk jongens, kijk het verschil met de andere kant. Wauw, hele mooie bronzen. Dit zag ik echt niet aankomen. Toen ik hem kocht had ik iets van whatever. Ik kon geen andere vinden. En ik moest een bronzer hebben. Maar hij is echt oprecht best mooi. Voor maar 3 euro. Wauwie, als je hem wilt met glans, heb je hem ook met glans. Maar ik raad altijd mat aan. Ik vind altijd matte bronzen het allermooiste. Voor blush heb ik de Primark High Pigmented Blush. Deze was maar 2 euro. En ik heb hem in de kleur Secrecy. Dit is een beetje een nude-achtige, rozige, oranje kleur. Je had ook een meer feldere kleur roze. Die twee kleuren had je. Ik kon niet meer vinden. Dit is hem dan. Dit leek mij wel een mooie kleur. En er zit een lichte glans doorheen. Hij doet me een beetje denken aan de MAC blushes. Ik vind het een mooie blush, alleen niet mijn kleur. Hij is iets te licht voor mij. Ik denk dat deze mooier zou zijn voor mensen met een wat lichtere kleur. Qua highlighter hadden ze zoveel opties dat ik er 2 heb gekozen, want ik vond er 2 leuk. Ik heb hier de Brunch Club Highlighter, een beetje een namaak van de Kylie Jenner highlighters. Deze was 3,50 euro. En ik heb hem in de kleur, er staat geen kleur op, maar er waren meerdere kleuren. Maar ik zie hier dus geen kleur op staan. En dit is dan hoe die eruit ziet, een beetje een lichte champagne kleur. En ik heb hier de Ultra Glow Powder Highlighter. Deze was 4 euro en deze is echt goud in de kleur Trophy. En deze hebben ze sowieso nageaard van Fenty Beauty Trophy Wife. Want die van Fenty heet Trophy Wife en die is echt goud. En deze heet Trophy en is ook best goud dus. Ze halen wel hun inspiratie uit verschillende make-up merken. En zo ziet die eruit. Deze is dus echt meer goud. Nou, dit zijn dan de 2 kleuren. Qua glans, qua formule zie ik niet echt verschil. Ze lijken gewoon heel veel op elkaar. Alleen de kleuren zijn echt gewoon heel anders. Ik ga deze opdoen in het goud. Hopelijk is hij niet te goud. Ik vind hem heel poederig. Volgens mij gaat hij er ook gewoon super snel af. Want hij is zo poederig. Hij blijft niet echt vast plakken aan mijn huid, zeg maar. Hij blijft er een beetje poederig op zitten. Deze vind ik niet zo. Ik ga even deze proberen. Wauw, deze is een stuk beter. Ik denk dat we allemaal ook kunnen zien dat deze veel meer glow heeft dan deze. En deze is niet zo poederig. Die andere is zo poederig. Dus als ik zou moeten kiezen, zou ik echt gaan voor deze. Je hebt hem ook in meerdere kleuren. Alles valt weer. Deze, nee. Ik vind hem niet mooi. Ik ga hem ook weer zo een beetje er proberen af te halen. Wat heel makkelijk gaat. En dan doe ik deze ook aan deze kant. Ook een beetje op mijn voorhoofd. En ik doe hem ook op mijn neus. En nu ik toch bezig ben, doe ik hem ook hier extra in mijn binnenste ooghoeken. Oké, qua make-up blijft dan alleen nog mijn lippen over. Ik heb deze Matte Collectie Lip Kit. Ook weer heel veel inspiratie gehaald uit de Kylie Jenner Lip Kit. Deze was 4 euro en je had hem ook in verschillende kleuren. Maar mij leek rood wel mooi in plaats van altijd maar een nude lip. En dit is de kleur Alter Ego, staat hierop. Ik vind lipkits altijd super handig, want ik wil altijd een lippotlood bij mijn lipstick hebben.
En op deze manier hoef je niet helemaal op zoek te gaan naar een lippotlood die erbij past. Dan ga ik eerst met het lippotloodje de lijn aanbrengen. En dan pak ik de prachtige matte liquid lipstick en daarmee ga ik mijn lippen invullen. Nou, super mooie kleur. Het lippotloodje is echt geweldig. Hij is heel dun, waardoor je heel mooi een nette lijn kunt maken zonder dat het overal gaat. De liquid lipstick is ook top. Ik voel wel echt gelijk dat het een goedkope formule is. Maar ja, hij is ook goedkoop. Dus ja, wat verwacht je dan? Hij droogt snel op, vind ik ook fijn. En hij droogt mijn lippen niet per se helemaal uit ofzo. Dus ook deze vind ik fijn. Nou, dan als laatste een beetje setting spray. En dan is het make-up gedeelte van deze video klaar. Nou, ik ben heel blij dat de make-up gewoon goed ging. Op zich vond ik alle producten best fijn, best oké. Vooral voor die lage prijs. Het enige wat ik niet aanraad is deze gouden highlighter, deze concealer en de mascara. Deze drie producten zijn de enige waarvan ik denk nee. Dan heb ik ook wat sieraden gekocht natuurlijk. Want een look is niet af zonder sieraden. Ik heb deze leuke gouden oorbellen gekocht voor maar 3 euro. Ik draag by the way bijna altijd gouden sieraden. Bijna nooit zilver. En dan heb ik ook deze superleuke kettingen. Het zijn 3 kettingen in 1 of zo. Met de letter S. Er staat hier ook S. Je had hem ook in verschillende letters. Maar mijn naam is Sarah met een S. Was 4 euro. Je hebt dus hier de S. Je hebt hier een hartje en hier een soort bloemetje. Met een diamantje erin. Ook heel erg mooi. Ik hou van dit soort kettingen. Ik heb er ook heel veel van de Primark. Nou, ik heb ze alle 3 omgedaan. Super leuk. Alleen niet met dit shirt, maar met de outfit die ik zo meteen ga aandoen is het wel leuk. Nou, ik ga heel even laten zien qua kleding wat ik heb gekocht. Ik heb de outfit gekocht die ik voor deze video heb gemaakt. En ik heb een extra shirt gekocht en wat sokken. Dus ik ga gewoon even snel alles laten zien. Ik heb hier deze donkerblauwe broek. Dit is een broek van de Body Sculpt collectie Skinny. Voor de meiden met een curvy lichaam als mij. Deze collectie qua broeken is echt top, want hij stretcht mooi mee en hij houdt je booty mooi vast. Ik heb hem in de maat 42. Mijn broekmaten zijn altijd 40 of 42. Dus L of XL. Van de Pri heb ik altijd 42. Altijd. En de broek is slechts 17 euro. Dan heb ik hier dit simpele witte t-shirt met Barbie erop. Deze was 10 euro. En ik heb hem in maat 36. En dat is maat S. Nou, als je mijn foto's wel eens op Instagram hebt gezien van mijn hele lichaam of mijn andere shoplogs waarin ik de kleding aan heb, dan zie je ook dat ik echt een hele curvy lichaam heb. Ik vond het ook wel grappig omdat veel mensen dachten dat ik gewoon slank dun ben, omdat ik een vrij smal gezicht heb. Maar ik ben dus echt best wel curvy. En ik krijg dan ook echt bij elke shoplog opmerkingen: hoezo pas jij S? Ik heb hetzelfde lichaam als jou en ik pas geen S. Ten eerste, niemand heeft hetzelfde lichaam als een ander. Jij kunt mij zien en denken dat jij mijn lichaam hebt, maar dat heb je niet. Ik heb een hele smalle taille en ik heb daar echt maat S. Dus shirts en zo heb ik altijd in maat S. En af en toe maat M, want ik heb deze in maat S en een andere hier in maat M. Broeken heb ik altijd in maat L of XL. Hangt er ook weer vanaf van de H&M altijd L, van de Pri altijd XL. Dus het hangt er ook echt af per winkel. En van jurken heb ik maat S. En zeggen mensen altijd, maar je hebt zulke brede heupen, hoezo heb je S? Ik snap niet dat ik dit moet uitleggen. Een jurk stretcht mee. Dus ik pak de jurk in mijn maat van mijn bovenkant. En die is maat S. En dan stretcht het gewoon mee bij de heupen. Dus ik hoef niet weer opmerkingen onder deze video. Hoezo pas jij maat S? Ik pas gewoon van jurken maat S. En van broeken heb ik wel LXL. Dankjewel. En dan heb ik nog deze prachtige top. Je kunt niet echt nu heel goed zien hoe die eruit ziet. Je kunt hem achter zo knopen. Deze heb ik wel in een maatje M, in een maatje 38. Deze ga ik ook zo meteen aandoen met die jeans. Deze kostte 13 euro. Ziet er echt super mooi uit. Hij lijkt heel chic. Dit is echt iets wat ze bij de Zara zouden verkopen voor 40 euro. Echt super leuk. Dus die ga ik zo meteen aandoen. Ik heb ook gewoon random wat enkel sokken gehaald. Die haal ik altijd. Maar ze raken altijd kwijt. Dus ik weet niet waarom ik ze nog haal. Maar goed, ik heb ze gehaald. Het waren 3,50 euro voor 7 setjes. Dan heb ik voor met die outfit deze super cute bag. Hij schijnt door. En dan dit witte hier wat je binnen ziet. Dat is echt de tas. Dus daar gaat alles in. Deze vond ik er heel leuk uitzien. Deze kost maar 10 euro. En ik vond hem heel leuk met die blouse. Nou, ik moest ook schoenen hebben. Ik wilde leuke hakken hebben. Ik moet wel zeggen. Meestal heeft de Pri in Eindhoven best wel veel hakken staan. Best wel veel opties qua schoenen. Maar nou waren er niet echt veel opties. Maar ik heb toch leuke schoenen gevonden. Ik heb deze leuke hakjes gevonden. Ze zijn nude, glanzend.
Ik heb in maat 38 en ze zijn maar €14. Ik moet wel zeggen, ik vind de hak vrij laag. Ik draag meestal echt hoger hakken. Als ze nog ietsje hoger waren geweest, dan vond ik ze helemaal top. Maar deze ga ik dus aandoen met die outfit. Ik ga het even aandoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou mensen, dit is dan de outfit. Superleuk topje. Ik heb hem in mijn broek gedaan. Samen met deze tas, ook superleuk. En deze hakjes staan er ook echt heel cute bij. Ik vind het echt een hele leuke outfit. Dit is echt iets wat ik zou aandoen. De top is ook echt van goede kwaliteit. Je moet er wel echt een nude BH onderaan doen. Anders kun je het zien. Maar nou schijnt er helemaal niks door. De broek is ook hoog. Vind ik ook heel fijn. Het enige wat minder is aan Primark broeken is dat de zakken er altijd zo uitkomen. Maar met deze tas erbij. Schoentjes. Ja, echt super cute. De broek is ook heel mooi als je curvy bent als ik. Ja, ik vind het echt een hele leuke outfit. Nou mensen, dit was dan de video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En een keertje wat anders dan alleen make-up, maar gewoon een hele make-over. Laat me weten wat jullie ervan vinden. En of je nog meer van dit soort video's wilt zien. Van misschien een andere winkel of whatever. Nou, vergeet dan ook vooral niet te liken en te abonneren. Dat kan door hier op mijn gezicht klikken. En ik plaats twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!